Zou Oké. ik denken, we zijn nu met 1, 2, 3, 4, 5 mensen van de 9. Okay. Dus Ja. dan stel ik voor, Wallis, dat jij misschien eerst het project eventjes voorstelt. Er is nog iemand bijgekomen, voilà. Dag Guido. En dan geef ik het woord aan Wannes, die eventjes het project Boerderleer wil voorstellen. Goedemiddag iedereen. Welkom op deze webinar voor rond Boerderleren. Boerderleren, een project in de Zuidrand, de Antwerpse Zuidrand rond Antwerpen, in samenwerking met de Hooibeekhoeve van de provincie Antwerpen en nu onlangs met de plattelandsklasse ook mee ondersteund. Boerderleren wil kinderen, scholen vaker naar water laten kennismaken met landbouw in hun eigen streek. En op die manier het begrip rond landbouw, wat doet dat, wat groeit daar, een beetje willen vergroten. We proberen dat regelmatig te doen, met regelmatige klasbezoeken aan de land- of tuinbouwer. En in dat opzicht hebben we ook geopteerd om nu 5 webinars te gaan doen voor land- en tuinbouwers, zodat jullie ook daar wat het project wat leren kennen, maar ook daar kunnen kijken, ja, dat landbouw-educatief verhaal, is dat iets wat ook voor mij als land- of tuinbouwer interessant kan zijn. Wij doen dat in 5 webinars. Vandaag is de eerste waarvoor wij Maarten de Koning van het Centrum voor Jeugdtoerisme verwelkomen. En ik geef al meteen graag het woord door aan Maarten, die jullie zal onderdompelen in jeugdverblijven, in je lege schuren, hoe dat je daaraan begint. Ja, goedemiddag. Mijn naam is inderdaad Maarten de Koning en ik werk voor het Centrum voor Jeugdtoerisme. Dat is eigenlijk een organisatie die zich eigenlijk vooral richt naar jeugdgroepen, hè, en alles die met overnachtingen te maken heeft, hè. Dus het is zo dat jeugdgroepen, hè, wat dat hier op de foto ziet, hè, inderdaad gaan overnachten in verblijven. En dan komt men eigenlijk terecht voor bosklassen, zeeklassen, maar goed, evengoed plattelandsklassen. Nu, onze doelgroep is dus enerzijds die groepen, maar voor mij vooral dus de uitbaters, de mensen die eigenlijk wensen een jeugdverblijf te gaan uitbaten. Het is een beetje in die context dat men mij gevraagd heeft om dat wat toe te lichten, van kijken, wat moet je nu eigenlijk precies allemaal doen om zo'n jeugdverblijf te gaan uitbaten. Wat zijn de eerste stappen? En waarvoor kan je eigenlijk bij het Centrum voor Jeugdtoerisme terecht? Dus wat ik hier kom vertellen is eigenlijk heel specifiek wat ik zelf doe samen met nog enkele andere collega's naar ondersteuning toe. Het is zo dat als je als landbouwer een jeugdverblijf wil gaan uitbaten, en ik heb het hier over jeugdverblijven vooral, maar ook kampeerterreinen, ik ga dat straks dan in de marge nog wat toelichten, dan moet je natuurlijk wel met heel wat zaken rekening gaan houden. En wij gaan eigenlijk die uitbaters daar een beetje wegwijs in maken. We gaan ook een beetje adviseren, maar we gaan ook echt concrete ondersteuning gaan bieden. Als ik het heb over het wegwijs maken, dan gaat dat in eerste instantie over de wetgeving. Als je een jeugdverblijf gaat uitbaten, dan kom je eigenlijk met redelijk wat wetgeving in aanraking. En eigenlijk specifiek voor onze sector heb je dan eigenlijk wat decretale verplichtingen. En we hebben het dan eigenlijk over het logiedecreet. Het is zo dat het Centrum voor Jeugdtoerisme, en daar wordt er al vaak een keer een fout in gemaakt, wij geven geen erkenningen. En wij gaan eigenlijk gaan uitleggen hoe dat de wetgeving zit, maar je moet eigenlijk wel gaan aankloppen bij Toerisme Vlaanderen om dan een erkenning te krijgen. Dat is één decreet, het logiedecreet, maar we hebben ook nog een ander decreet, dat is het decreet jeugdverblijven en hostels. En dat is dan eigenlijk wat meer rond de werking. Dus enerzijds heb je het gebouw, maar dan heb je eigenlijk ook de werking.
Aan die, erkenningen zijn er ook wat subsidies gekoppeld om zeker opstartende projecten te gaan begeleiden, maar ook bestaande projecten verder te gaan ondersteunen. Dus ook daar maken we, wij jullie dan wegwijzen. En dan heb je eigenlijk ja, toch nog heel wat andere wetgeving die, er ook die daar ook komt bij kijken. En ik denk dan bijvoorbeeld in eerste instantie ook aan ruimtelijke ordening, want ook daar moet gekeken worden van kan je eigenlijk een jeugdverblijf ja, eigenlijk gaan oprichten op een specifieke locatie. Dus daar in heel dat verhaal maken we jullie wegwijs. Dat zijn zaken waar je natuurlijk als uitbater niet onderuit kan. Je bent verplicht om aan wetgeving te gaan voldoen en je kan subsidie ook aanvragen. Verder gaan we ook veel ruimer dan die wetgeving. Mensen die starten, ja, die moeten natuurlijk ook een beetje weten van waarover gaat dan precies jeugdtoerisme en wat verwacht die doelgroep. En dan beginnen we over de bouwplannen. Hoe moet zo'n gebouw er gaan uitzien? Dus ook daar gaan we wat bij helpen, bij administratieve taken ook. Je hebt ja, een contract, hoe moet je dat opstellen? Wat zet je in een huishoudelijk reglement? Welke prijs moet je dan nu eigenlijk precies gaan opplakken? Dus eigenlijk het volledige gamma, daar gaan wij eigenlijk ook aan bij helpen. Het is niet zo dat we voor jullie dan dat contract effectief gaan opstellen of dat huishoudelijk reglement gaan opstellen, maar we gaan voorbeelden geven waarop dat je dan kan baseren om je eigen zaken, of je eigen documenten te gaan opstellen als we het hebben over die contracten en het huishoudelijk reglement. Maar wij gaan dat dan ook bijvoorbeeld nog een keer nalezen en suggesties doen. Dus dat zijn allemaal adviezen. Die bouwplannen ook. Dus jullie maken de bouwplannen op basis van het gesprek dat wij gevoerd hebben. En dan kan je achteraf die bouwplannen nog een keer insturen en wij geven terug adviezen. En we gaan dan bijvoorbeeld kijken van, voldoet dat nu één aan die kritale verplichtingen, maar zijn er nog andere zaken, bijvoorbeeld naar heel praktische dingen, die dan ook ja, suggesties dat we dan geven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan hoe ga je de slaapzaal gaan positioneren ten opzichte van het sanitair of ten opzichte van een dagzaal. Dat staat al los van de decreten. Dat is eigenlijk, denk ik, als je geïnteresseerd bent om het te doen, onze eerste kennismaking en dan zo'n beetje de eerste zaak waarin dat we begeleiden. De keer dat je dan start met het jeugdverblijf, dan hebben we ook nog heel wat ondersteuning. En één daarvan is de Campus-website die in augustus gaat gelanceerd worden. Nu noemt dat nog jeugdverblijven.be, maar het zijn eigenlijk twee keer dezelfde dingen. Het gaat twee keer over een promotiekanaal naar het jeugdwerk, waarbij dat men dan ook je jeugdverblijf kan boeken. Dus enerzijds voor de doelgroep heb je de plaats waar dat je gevonden wordt. Maar eigenlijk daarachter zit er voor jullie ook heel wat ja, beheersmogelijkheden waarbij dat je je overnachtingscijfers kan bijhouden, maar in de toekomst ook je betalingen en zo kan regelen. Nu, het is een zeer omvattend verhaal, starten met een jeugdverblijf. De goesting moet er vooral in eerste instantie zijn. En als je zegt van kijk, ja, eigenlijk is dat wel iets wat we graag zouden doen. We hebben een leegstaande schuur, we zien dat eigenlijk wel zitten. Dan, ja, wat ik hier geef is een beetje een introductie. Dan kan je eigenlijk altijd bij ons terecht via mail of via de telefoon. En wat dat we ook doen, dat ze dan een keer tot bij jullie ter plaatse komen, dat we ook goed zien van kijk, hoe ziet dat gebouw er nu precies uit? Waar is dat gelegen? En dan gaan we jullie ook dus daar verder in weg. Nu, wat dan wel belangrijk is, als je nu, voordat je me uitnodigt, dat is natuurlijk te gaan kijken van wat zijn nu de mogelijkheden op vlak van ruimtelijke ordening. Toen dat ik startte in 2006, dus ik werk al een tijdje voor het Centrum voor Jeugdtoerisme, was het zo dus dat het jeugdverblijf enkel en alleen maar kon in actieve landbouwbedrijven. Ik weet niet wie dat er allemaal rond tafel zit. Ik ga ervan uit dat dat nu ook allemaal actieve landbouwbedrijven zijn. Hè. Maar eigenlijk is het zo dat eigenlijk, ja, die regel een beetje weggevallen is. Hè. Dus eigenlijk kan ja, in landbouwgebied een jeugdverblijf ingericht worden, dat binnen de bestaande gebouwen. Hè.
Dus dat wil zeggen, als je een loods hebt, hè, waarvan dat je denkt van kijk, ja, dat staat eigenlijk leeg, we gebruiken dat niet meer, hè, dan kan je dat eigenlijk gaan omvormen tot jeugdverblijf, hè. Je kan niet bijbouwen, je kan niet uitbreiden, dat kan niet. Dus het zal allemaal wel binnen die bestaande gebouwen moeten. En je zal ook een functiewijziging moeten aanvragen, hè. Dus op Vlaams niveau zijn die stappen mogelijk, maar men gaat natuurlijk ook gaan kijken bij die functiewijziging van goed, komt dat hier nu wel allemaal ja, in orde? Is dat eigenlijk wel een goede locatie om dat te doen? Dat is natuurlijk los van die Vlaamse wetgeving dan een afweging die ook gaat gemaakt worden. En dat gaat dan bijvoorbeeld ook rond druk op de omgeving, dat gaat ook over parkeergelegenheid enzovoort enzovoort. Dat is algemeen zo'n functiewijziging. Hè. Die twee zaken dat ik nu aanhaal, normaal gezien in landelijke omgeving, hè, stellen die problemen zich niet. En tot nu toe heb ik eigenlijk ook geen voorbeelden van jeugdverblijven die niet hebben kunnen doorgaan in agrarisch gebied. Hè. Wat dat we soms wel een beetje vaststellen, is dat de aanvraag niet altijd vlekkeloos loopt. Hè. Maar tot nu toe is het wel iedere keer gelukt om een bestaande stal te gaan ombouwen tot jeugdverblijf. Dus het is wel, de kans is zeer groot dus dat het lukt als je het wenst te doen. Hè. Maarten, mag ik eens eventjes zeggen? Ik kan me voorstellen dat er misschien nu vragen reizen al bij mensen. Ja. Wat spreken we juist af als er vragen zijn? Dat mag. Dat mag zeker gesteld worden tijdens de uitleg. Op het laatste is er ook nog wel wat ruimte. Voor mij maakt dat op zich niet zo heel veel uit. Maar het enige wat ik moet zeggen is dat ik dus geen chat kan volgen. Of ik zie ze ook niet. Dus dan moet de micro aangezet worden en eigenlijk de vraag direct gesteld worden. Ja, oké. Dan liefst zo. Vinger in de lucht of zo, dat kan ik. De vraag stellen. Hè? Rechtstreeks de vraag stellen terwijl dat je uitleg doet. Dat kan. Ja, absoluut. Mag? Ja. Maar misschien liefst als het geen vraag is die allee, dat zijn dan vragen die heel gericht zijn. Algemeen, hè? Gezegd hebt. Hè? Dus ja. Maar als het algemene vragen zijn, dan kunnen die ook nog in de chat gevoerd. Ja, dan moet ik mijn presentatie afsluiten achteraf. Ja. Oké, dat is goed. Goed, dus de eerste stap is de ruimtelijke ordening. Dus wat dat jullie voor ogen moeten hebben, dat is eigenlijk een gebouw die jullie hebben en waarvan dat jullie zeggen van kijk, dat is leeg. Dus of we kunnen dat leeg maken en we willen daar eigenlijk een jeugdverblijf van maken. Dus als je denkt over bijbouwen of als je denkt van god, we hebben hier een kleine plaats en we gaan uitbreiden, ja, dan heeft het eigenlijk al weinig zin om bij ons aan te kloppen, want dat kan niet. Dat is eigenlijk een beetje de eerste slide. Als het kan op vlak van ruimtelijke ordening, dan gaan we ook gaan kijken van goed, hoe moet de infrastructuur eruit zien. Eigenlijk, de foto's die je ook een beetje ziet in de presentatie, dat is eigenlijk nu een omgebouwde stal eigenlijk. Dus vroeger stonden daar landbouwmachines in. En die heeft dat eigenlijk gaan ombouwen volgens het decreet toerisme voor allen, noemde het vandaag, maar eigenlijk wordt het binnenkort het logiedecreet. Nu, op zich speelt het allemaal niet zo'n grote rol. Het blijft eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Alleen hier en daar veranderen de benamingen wat. Hè. Maar het logiedecreet die zegt eigenlijk van dat het gebouw, dus het legt bepaalde voorwaarden op. Een eerste is dat je werkt met drempelverlagende maatregelen. Hè. Eigenlijk komt het erop neer dat een jeugdverblijf geen hotel is of geen vakantiewoning of eender wat. Hè. We richten ons eigenlijk vooral naar jeugd. Hè. Jeugdgroepen, dus dat is een specifieke doelgroep. Soms worden er ook nog andere doelgroepen, ik heb het hier nu tussen haakjes gezet, via steunpunt vakantieparticipatie, speciale organisaties ook die erop intekenen. Die maken daar eigenlijk allemaal gebruik van. Op vlak van infrastructuur gaat er ook heel veel belang gehecht worden aan brandveiligheidsnormen. In het decreet staat er uitgelegd aan wat dat het jeugdverblijf allemaal precies moet voldoen. Hè. Maar goed, het is ook wel zinvol om te weten dat brandveiligheid
een lokale bevoegdheid is. Dus dat wil zeggen dat het Vlaamse decreet minimumnormen oplegt, maar dat eigenlijk dan de brandweer bijkomende eisen kan stellen. Dus als je een plan uitwerkt, ga je zeker je plan ook een keer moeten voorleggen aan de brandweer en vragen van, kijk, kunnen jullie dat een keer toetsen aan dat logiedecreet of aan het decreet toerisme voor allen? En kan je op basis daarvan mij een keer een verslag bezorgen dat ik weet van wat ik heel goed moet doen. Want op het einde van de rit is het wel zo dat je als uitbater een brandveiligheidsattest moet voorleggen. En dat is eigenlijk het document die vooral van tel is bij Toerisme Vlaanderen. Dus je kan geen erkend jeugdverblijf zijn zonder dat attest. Dus dat is een beetje een samenspel tussen de lokale brandweer en toerisme. Een derde belangrijk iets die in dat decreet staat, dat gaat over de hygiëne, comfort, veiligheids- en klassificatienormen. En eigenlijk in het decreet toerisme voor allen vandaag wordt er een onderscheid gemaakt in drie types, een type A, een type B en een type C. Dat gaat later basis, standaard en comfort noemen en eigenlijk wijzigt er daar eigenlijk zo goed als niets in die klassificatienormen. Een type A basis, het zegt het zelf, eigenlijk is dat een jeugdverblijf waar dat er geen bedden moeten in staan. Dus in tegenstelling tot wat er hier op de foto staat, kan je gewoon een slaapruimte voorzien. Moet er ook maar een kookruimte zijn, dus moet er geen keuken in staan. Moet er wel sanitair zijn natuurlijk. Maar goed, als je dat dan vergelijkt met een B die verwacht dan, die foto dat je hier ziet, dat is dat wel een B, dat er wel bedden voorzien zijn. Maar je ziet hier ook op de foto, er zijn geen kussens of geen lakens bij. Dus voor iemand die dat uitbaat, blijft het onderhoud of het werk achteraf beperkt. Dus je hoeft geen lakens of dekens te wassen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de keuken, gaat er ook verwacht worden dat er wel een basiskeuken staat, maar dat er wat kan gekookt worden, maar eigenlijk moet die groep ook nog wel wat meebrengen. Als je dat dan vergelijkt met een comfortniveau, dat is dan type C, dan wordt die eis terug wat hoger gelegd, waar je in de slaapzalen bijvoorbeeld wel kussens en dekens moet leggen. En ga je ook in de keuken, dus we moeten alles voorzien, waardoor dat je ook als uitbater terug wat extra werk hebt. Want je moet dan alles inventariseren. Je moet dan, als die groep vertrekt, ook kijken van goed, is alles hier nog aanwezig. Dus op die manier, we spreken eigenlijk altijd over minimumnormen. En voor een type A of een basis begint dat eigenlijk laag en dan gaan we naar een B en een C. Dus dat bouwt voortdurend op. Ik heb het nu over de slaapzaal en vooral de keuken gehad, maar ook bij het sanitair is dat een beetje hetzelfde verhaal. Dus daar staat er dat een type A bijvoorbeeld één toilet op 15 personen nodig heeft en ook één waterkraantje op 15 personen. Douches zijn op zich niet verplicht. Bij B en bij C is dat dan wel verplicht. En bij C wordt dat dan nog wel wat strenger. Je moet er dan meer voorzien volgens de capaciteit van het jeugdverblijf ook. Nu, wat je dan best kiest, een type A, een type B of een type C, dat is eigenlijk een beetje, of dat ligt een beetje in de hand van de uitbater, van kijk, hoeveel tijd en energie wens ik daarin te investeren? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die wij dan in ons gesprek vooral gaan aftoetsen. Op basis daarvan wordt dat dan gekozen eigenlijk. Ook naar het gebouw zelf gaan we kijken van goed, hoeveel plaats is er precies? Kunnen we dat allemaal realiseren in dat gebouw? Dat is een beetje die erkenning. Dan wat dat er een vierde punt die bij die erkenning hoort, is natuurlijk het aanleveren van statistische gegevens. Ik heb dat kort wat aangekaart. In het decreet staat er dus dat je minstens 70% jeugd moet realiseren. Onder bepaalde voorwaarden in het logiedecreet wordt dat zelfs 80%. Dat hangt ook weer af van het soort type. Maar op zich is dat eigenlijk, zoals je de infrastructuur ook hier een beetje voor ogen ziet, is dat meestal geen probleem. Waarom? Omdat natuurlijk familiegroepen of andere, ik denk aan teambuildingsgroepen of zo, dat is toch een andere doelgroep, die trekken niet zo snel naar jeugdverblijven. Die gaan niet, de privacy is daar
een beetje te beperkt voor. Hè. We spreken hier altijd over slaapzalen, over eigenlijk sanitair, die ook een soort groepssanitair is. Straks zijn er daar ook nog wel wat foto's van te zien zijn. Hè. Dus ja, goed, daardoor wordt dat ook wel wat minder interessant voor bijvoorbeeld familiegroepen. Hè. Maar wel voor scholen, dat is wel interessant hier nu, voor scholen, voor jeugdwerk, sportverenigingen en zo. Dus die komen wel naar jeugdverblijven. Het aanleveren van statistische gegevens, hè, dus ik had ook al verteld over die website, die promotiesite, eigenlijk naar de doelgroep toe, met heel wat zaken die erachter zitten, ook voor de uitbater. Wel, een van de dingen is bijvoorbeeld een statistieke module, hè, waar dat je gewoon ene keer die informatie moet ingeven, en waarbij dat dan aangeleverd wordt aan Toerisme Vlaanderen, maar ook aan andere overheidsinstellingen, zoals de FOD Economie, of andere instellingen waar je subsidies krijgt. En dat gaat dan bijvoorbeeld over die werkingssubsidie. Dus daar gaat men wel altijd cijfergegevens gaan opvragen. En die module verzamelt dat allemaal en verspreidt dat dan volgens de gewenste manieren aan die diensten. Toegankelijkheid is ook een onderdeel die aan bod komt. Ik heb het hier nu wel wat tussen haakjes gezet, omdat eigenlijk die toegankelijkheid ook een beetje samenhangt met subsidies. Hè. Dus vanaf het ogenblik dat je infrastructuursubsidie aanvraagt, zal je jeugdverblijf ook moeten voldoen aan bepaalde toegankelijkheidsvoorwaarden. Als je geen subsidie aanvraagt, hoef je op zich het gebouw niet toegankelijk te maken. Het hoeft niet, maar je kan het natuurlijk wel doen. Hè. Omdat dan natuurlijk je doelgroep ook wat verruimt. En neem nu in de jeugdgroep, hè, als er iemand in een giro of een KSA of een scoutsgroep, hè, kan dat even goed dat er keer iemand zijn been breekt. Dan is het wel gemakkelijk als dat gebouw dat wat op voorzien is. Maar ik wil het wel meegeven, omdat natuurlijk niet elk landbouwbedrijf of de loods waar dat gelegen is, gaat niet altijd 100% toegankelijk zijn. En dat gaat dan ook opnieuw een beetje in ons verhaal en tijdens ons bezoek de afweging worden van, kijk, is het zinvol om subsidie te gaan aanvragen, om die infrastructuurwerken te gaan uitvoeren en dan eigenlijk te gaan voldoen aan die toegankelijkheid. We moeten kijken van, goed, is het top in de kolen waard eigenlijk. Dus op zich, voor de erkenning, je kan een perfect niet toegankelijk gebouw laten herkennen als jeugdverblijf. Dus het is niet zo dat je echt verplicht bent om die toegankelijkheid te gaan doorvoeren. Alleen op het moment dat de Vlaamse overheid subsidies uitkeert, gaat men je wel gaan verplichten om het te doen. Dus dat is een beetje de twee zaken. Daarom staat het hier eigenlijk ook tussen haakjes. Maar we promoten natuurlijk wel, in de mate van het mogelijke, om gebouwen toegankelijk te maken. Dat is voor iedereen goed, zeker ook voor jullie, omdat je dan je doelgroep ook weer kan verruimen. Kampeerterreinen, dat is eigenlijk ook iets wat heel vaak opduikt bij jeugdverblijven, maar ook los. Dus er zijn daar een beetje twee grote lijnen in. Enerzijds heb je de stal en dan komen er wat kampeerterreinen bij. Of je hebt eigenlijk gewoon kampeerterreinen op zich die losstaan van het jeugdverblijf. De wetgeving voor kampeerterreinen is redelijk eenvoudig. Je moet het gewoon melden bij de gemeente en zij gaan bepalen of dat het al dan niet kan. Dus eigenlijk in het logiedecreet staat er daar niks van rond erkenning, of er staat daar ook niks in rond vergunningen of zo. Dus op dat vlak kan je eigenlijk redelijk vrij kampeerterreinen gaan inrichten. Wij gaan wel opnieuw een beetje gaan adviseren of toch uitleggen van wat dat die groepen precies allemaal doen op zo'n kampeerterrein. En we gaan dan ook kijken van, goed, op basis van ervaring van andere landbouwers, van hoe ga je nu bepaalde zaken gaan formuleren in je huishoudelijk reglement om dat op een goede manier te laten verlopen. Ik ga enkele voorbeelden geven. We hebben hier nu een tent staan.
soms wordt er rond die tenten ook grachten gegraven om het water wat af te voeren. Is dat iets wat je wenst, ja of nee? Shore constructies, men heeft de grondboer mee om een put te graven. Is dat iets wat je toestaat, ja of nee? Dus dat hangt er een beetje vanaf waarvoor dat die weide achteraf gebruikt wordt. Als er daar opnieuw vee op moet, ja, houdt dat soms ook wel een risico in. Want als ze dat niet opnieuw dempen, ja, dan zit je met een probleem. Gudo's is ook iets wat daar gegraven wordt. Dat is eigenlijk voedsanitair. Men graaft eigenlijk gewoon een put waaruit men dan ja, eigenlijk ja, hun behoeften in doet. Dat is eigenlijk heel primitief, maar dat hoeft ook niet. Je kan ook verwachten van die groepen dat ze werken bijvoorbeeld met van die festivaltoiletten. Kampvuur is ook iets die heel vaak bij ons gebruikt of het slot van het verblijf, dat is eigenlijk een soort ja, hoogtepunt van het verblijvende kampvuur. Hè. Maar ook hierin moet dat in onderling overleg met een uitbater afgesproken worden. Wat kan er niet? Hè. En dat zijn dan zo'n beetje de zaken, maar eigenlijk is dat nergens in wetgeving echt omschreven. En de wetgeving die er is, hè, want mocht je nu bijvoorbeeld zoeken naar ruimtelijke ordening, hè, dan staat er dat het maximaal 4 keer 30 dagen kan, dan is het zo ruim dat eigenlijk ja, groepen verblijven enkel en alleen maar in de zomer in tenten. Dat eigenlijk, ja, die wetgeving, dat je er eigenlijk niet echt rekening mee moet houden, omdat het eigenlijk ja, zo ruim is dat iedereen daaraan voldoet. Hè. Maar ik wil het wel meegeven hè, dat je hè, naast je gebouw ook tenten kan plaatsen. Nu, misschien ook meegeven dat in het verhaal hè, dat je dan schrijft, hè, dat wij ook bepaalde adviezen gaan geven. Hè, want in dat decreet, toerisme voor allen, hè, die houdt bijvoorbeeld enkel en alleen maar rekening met de capaciteit binnen. Hè. Ik had ze vertaald, er moet 1 toilet op 15 personen zijn of 1 waterkraantje op 15 personen. Natuurlijk, als je tenten rond bij plaatst, gaan wij bijvoorbeeld wel adviseren om wat extra sanitair te gaan plaatsen. Eigenlijk adviseren we dat ook per definitie, want 1 op 15 is een beetje weinig. Maar goed, als je tenten rond bij plaatst, adviseren we dat zeker, omdat we merken dat in de praktijk, als er gewoon sanitair in gebouwen is, dat bijvoorbeeld de leiding toch wel sneller geneigd is om dat sanitair te gaan gebruiken, in plaats dan het sanitair die gebruikt wordt op festivals. Dus op dat vlak gaan wij dat wel onze ervaringen een beetje meegeven. Maar goed, het kan dus allemaal. En dat is ook wel leuk om daar rekening mee te houden als je dan plannen maakt van goed, wat zijn de mogelijkheden allemaal. Dat wordt dan eigenlijk het volledige verhaal. Hè. Ik had verteld over de subsidies. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk verhaal is, zeker voor startende jeugdverblijven. Hè. En dat gaat dan, ja, dat zijn dan al, en dat wordt ook meegenomen in al de berekeningen hè, van is een jeugdverblijf eigenlijk rendabel. Hè. Het is zo dat enerzijds heb je decreet toerisme voor allen die alles rond de infrastructuur regelt. En onder dat decreet zijn er ook wat subsidies voorzien. Je hoeft dat niet aan te vragen, maar natuurlijk, als je het kan krijgen, lijkt ons dat wel verstandig om het te gaan aanvragen. Alleen het terugdenken aan die toegankelijkheid, in sommige gevallen is misschien niet opportun. Maar goed, de subsidie... Dus wie kan er daar gebruik van maken? We hebben het over de erkende en de principiële erkende jeugdverblijven. Ja, de erkende, dat zijn eigenlijk degenen die voldoen aan dat decreet. De principiële erkende, dat zijn eigenlijk de jeugdverblijven ja, die daar ook aan voldoen, maar op basis van bouwplannen. Dus in jullie verhaal ga je eigenlijk altijd starten als principieel erkend jeugdverblijf. Je hebt de loods, maar eigenlijk ja, ben je heb je enkel en alleen nog maar die loods. Dus ja, er staan nog geen bedden in, er staan nog geen keuken in, er staat nog niets in. Hè. Dus men gaat dan eigenlijk jullie gaan beoordelen als principieel erkend jeugdverblijf. En op basis daarvan ga je dan eigenlijk ook toegang krijgen tot die subsidie van Toerisme Vlaanderen. Hè. Belangrijk om weten ook is dat eigenlijk iedereen recht heeft op die subsidie. Hè. Dus in sommige decreten gaat dat enkel en alleen maar over VZW's. Maar hier bij Toerisme Vlaanderen kan een BVBA of een particulier of VZW, maakt eigenlijk op zich niet uit, subsidies aanvragen.
Nu, waarvoor kan je die subsidie gaan krijgen eigenlijk? Wel, dat gaat eigenlijk enkel en alleen maar over infrastructuur. En men heeft dan dat wel gaan omschrijven, zowel voor de erkende als de principieel erkende jeugdverblijven. En dat gaat over brandveiligheidswerken, moderniseringswerken, kindvriendelijkheid en voor jullie toch ook wel belangrijk, een nieuw op te richten jeugdverblijf of totale renovatie. Dus eigenlijk elk bouwproject komt eigenlijk in aanmerking. Dus ja, goed, dat gaat hem dus eigenlijk voornamelijk over onroerende goederen. Wat valt er niet onder? Dat is eigenlijk toegankelijkheidswerken en duurzaamheidswerken. Dat is eigenlijk een beetje een speciaal verhaal, omdat die twee zaken die zitten eigenlijk vervat in een ander decreet. Vroeger noemde dat FOCI-subsidie, nu heeft dat opnieuw een andere naam. Maar dat reglement is eigenlijk gewijzigd en in 2022 kan je eigenlijk daar geen subsidie voor krijgen. Nu, op zich, voor jullie projecten heeft dat op zich geen invloed. Omdat in 2022 dat voor jullie toch niet meer haalbaar is om dat eigenlijk allemaal rond te krijgen. Hè. Dus we spreken nu eigenlijk over projecten in 2023. En dan heeft het twee mogelijkheden. Ofwel wordt toegankelijkheid en duurzaamheid terug opgenomen onder de subsidie van Toerisme Vlaanderen. Ofwel gaat dat toch onder dat ander decreet vallen. Hè. Dus eigenlijk, mocht je nu beginnen zoeken op subsidies op onze website, ga je merken dat dat een behoorlijk ingewikkeld verhaal is. Maar naar de toekomst toe, 2023, wordt dat eigenlijk eenvoudiger. Dus dan ga je ook wel voor toegankelijkheid en duurzaamheid gesubsidieerd worden. Alleen weet ik tot op vandaag niet goed onder welk decreet dat juist zal zijn. Maar als je nu plannen hebt, kan je dat wel in je achterhoofd houden van eigenlijk alles van infrastructuur, het volledig ombouwen, zal gesubsidieerd kunnen worden. Dan, als we het hebben over de bedragen, hoeveel kan je dan eigenlijk van subsidie krijgen? Het decreet zegt dat je tot maximaal 40% van de totale infrastructuurkost kan terugkrijgen. Dus in 2023 zou dat kunnen zijn dat dat inclusief, dus die toegankelijkheid en die duurzaamheid is. Maximaal, dat wil natuurlijk zeggen dat dat ook wel wat minder kan zijn. Dat hangt een beetje af van het aantal aanvragen die binnenkomt. Dus het is zo dat Toerisme Vlaanderen daar een budget voor heeft voorzien. En men kijkt dan van goed, hoeveel aanvragen ze komen er binnen. En men werkt dan ofwel aan de hand van een prioriteitenladder, ofwel gaat men het percentage verlagen zodat men iedereen subsidie kan geven. Nu, dat wordt allemaal vooraf wel aangekondigd. Dus we kunnen dat dan wel een beetje inschatten hoe dat het in zijn werking gaat. Trouwens, die toegankelijkheid en die duurzaamheid was tot vorig jaar, zelfs tot in dat andere subsidiereglement, tot maximaal 60% gesubsidieerd. Dus ook dat gaan we moeten zien of dat dan terug die 60% wordt of dat hier dan 40% wordt. Hè. De vereiste, ja, ik heb het gezegd, dat is dus wel dat je dan wel een toegankelijkheidsadvies gaat moeten vragen. Maar goed. Waarom zeg ik dat? Dus we spreken over 2023, omdat de indiendatum in principe altijd 1 april is. Dus we moeten dat voor 1 april indienen. Dus we zitten nu in mei, dus dat zal voor wellicht, al te zeggen dat men de datum nog wijzigt, maar dat in normale zin is het 1 april 2023 dat je dan je project, je subsidie kan aanvragen. Van verliefsteun op zich weet ik niet zo heel veel, maar ik weet dat veel van de landbouwers waarmee dat ik in contact kom, die vraag wel een keer komt. Kun je subsidie gaan combineren met andere subsidie? Eigenlijk is het zo dat het principe is dat de subsidie van Toerisme Vlaanderen niet kan geaccumuleerd worden met andere Vlaamse subsidie. Hè. Dus concreet wil dat zeggen dus dat je hier gaat moeten kiezen tussen ofwel
de infrastructuursubsidie van Toerisme Vlaanderen ofwel de vliefsteun. Maar eigenlijk, we hebben zelf, ik heb met Danny het reglement nog een keer doorgenomen, hadden we zoiets van de subsidie voor onroerende goederen, hè, is eigenlijk interessanter bij Toerisme Vlaanderen. Nu, onder vliefsteun kan je ook subsidie aanvragen voor roerende goederen. En dat kan dan wel. Hè. Dat kan wel geaccumuleerd worden, omdat natuurlijk Toerisme Vlaanderen dat niet doet. Hè. En dan denk ik bijvoorbeeld, en dat staat hier ook tussen haakjes, hè, aan bedden of zo. Hè. Dus dat is eigenlijk ook wel nog een serieuze investering die uitbaters van jeugdverblijven moeten maken, maar ja, waarvan je eigenlijk zelf... ja, geen subsidie kan krijgen bij Toerisme Vlaanderen. Dus dat zou hier voor jullie ook nog wel interessant kunnen zijn om het dan aan te vragen. Ja, ik weet niet, ik heb zelf wat vragen voorbereid ook. Vragen dat ik onderweg al heel wat gehoord heb. Maar ik weet niet of dat er nu al direct vragen opkomen bij jullie. Anders mag je die nu wel stellen. Ik heb wel een vraag. Ja, zeg maar. Wij zouden een bestaande woning willen ombouwen tot een verblijf voor onder andere plattelandsklassen. Wij doen momenteel ook mee aan boerderleren. Ja. Wij hebben al wel een architect hier bij ons gehad om te zien wat mogelijk is, wat niet mogelijk is. En wij kunnen tot 50 meter diepte een aanvraag doen, een vergunning vragen. Nu, wij zouden dat dit jaar al willen doen, maar dat betekent dan dat wij geen subsidie meer kunnen aanvragen voor die infrastructuur? Ja, wel, dat gaat inderdaad. Dus wat je moet doen bij Toerisme Vlaanderen, dus je moet eigenlijk die aanvraag indienen en dan komt men kijken. Hè. En men kijkt dan eigenlijk naar de huidige staat van het gebouw. Hè. En... ja, dus als je het indient voor 1 april, hè, dan wordt dat normaal gezien dan goedgekeurd ergens in juni. Hè. Nu, tussen april en juni mag je wel al starten met te werken, maar goed, dan ben je nog niet zeker of dat je de subsidie krijgt. Dus wij adviseren meestal om toch te wachten hè, totdat je zeker weet van hè, wat dat de subsidie is dat je krijgt. Dus inderdaad, hè, als je nu zegt van ja, wij hebben die woning, hè, maar we willen een subsidie aanvragen, dan ga je nu toch nog inderdaad een klein beetje moeten wachten. Dus je kan niet... Tenzij dat je zegt, we gaan dat project wat opsplitsen en we gaan... in een tweede deel onze subsidie wat beperkter aanvragen. Nee? Dat je zegt, we gaan enkel voor brandveiligheid of zo subsidie aanvragen. Maar dat is natuurlijk jammer. Hè? Dus als je het volledige project kan gesubsidieerd krijgen, waarom zou je dat dan niet doen? Hè? Ja, we zouden nu bijvoorbeeld al wel willen gaan om een stuk achterbouw af te breken en daar al toiletten en een reftertje te voorzien met een beperkte keukenmogelijkheid. In functie van dat boerderleren dan, wat de klassen ook wel sanitair en dergelijke hebben. En dan een aparte hangar achteraan met ook een afgesloten leslokaal bij manier van spreken. Ja. Ah, wil je overnachtingen realiseren ook? Dat zal in tweede instantie zijn. Dus dat zal de woning zelf zijn. Dus nu zouden we de achterkant van de woning, dat later bijgebouwd is, willen renoveren, eigenlijk afbreken en daar al een keuken en toiletten. Ja. Waar nog geen... Het zou wel een onderdeel worden van het jeugdverblijf. Hè? Wat lief? Het zou wel een... Want uiteindelijk, als je... De subsidie is, dient als een subsidie voor jeugdverblijven. Dus dat wil zeggen dat gaat over overnachten. Als je nu zaken realiseert in functie van dat jeugdverblijf, ja, dan zou ik er wel mee wachten. Hè. Maar als je zegt, ja, het staat eigenlijk los van dat jeugdverblijf, ja, dan kan je het wel doen. Maar als je het... Ja, het is een dubbele functie, hè. Ja, maar eigenlijk... Maar die keuken en die toiletten, zouden dan door het jeugdverblijf kunnen gebruikt worden? Kunnen gebruikt worden, wel. Maar dan zou ik inderdaad wel nog een beetje wachten als je van die subsidie wil gebruik maken. Want nu ga je het niet... nu ga je geen subsidie kunnen krijgen. Ja. Dus je moet wachten met je aanvraag dan tot voor 1 april. Maar goed, uiteindelijk ga je maar kunnen starten volgend jaar ergens in juni. Dus hij dan zegt, hé, we willen niet wachten, hé, want we staan nu al zo ver. Dan kan je natuurlijk gaan realiseren zonder die subsidie. Dan heb je ook wel wat meer vrijheid. Ik zeg het bijvoorbeeld naar die toegankelijkheid toe. En het hangt ook een beetje vanaf wat dat de kostprijs is ervan, denk ik. Hè.
Dus wat is de kostprijs van de verbouwing dat je gaat doen? Dat verschilt ook heel hard van plaats tot plaats. Ook van, want dat is ook een van mijn vragen dat ik hier denk ik er heb aan toegevoegd. Op welke termijn halen je de investeringen eruit? Als ik spreek over met landbouwers, als ze heel veel zelf kunnen doen, dan ligt die kost veel lager en wordt dat natuurlijk sneller terugverdiend dan wanneer dat je heel veel moet uitbesteden. Dus je moet, als je hier nu zegt van ja, eigenlijk die 40%, ja, dat gaat over niet zo grote bedragen, dan kun je misschien wel die afweging maken en zeggen van goh, we gaan zonder die subsidie die werken wel uitvoeren, het is financieel haalbaar. Oké. Maar natuurlijk, als je een jaartje kan wachten, dan zou ik dat wel doen. Omdat dat dan natuurlijk nog sneller zichzelf terugbetaalt. Dus je moet kijken van iets. Zijn we van plan om... willen we dat in 10 jaar of in 15 jaar terugbetaald zien? En hoe lang willen we dat uitbaten? Als je zegt, goed, we gaan dat toch doen op 15 jaar. Ja. Die subsidie, je bent niet verplicht om dat aan te vragen. Maar goed... Ja, het is wel een grote hulp natuurlijk. Hè? Ah, wel, voilà. Dus, als je ziet dat de architect alleen is al bijna 15.000 euro exclusief BTW. Ja. Dus ja, dan komen de kosten er nog bij voor de bouw en dergelijke. Dus we zijn daar wel van geschrokken. Ja. En wel, maar voilà. Allee, dat gaat wel. En dat zijn wel de zaken waarvan... Want ik zeg nu van, het hangt een beetje af van de kosten, maar het is bouwen kost eigenlijk veel. Hè? En het had er niet goedkoper op worden. Dus ja, vandaar dat wij zeggen van, eigenlijk lijkt ons dat zeker zinvol om die subsidie af te wachten. Maar goed, misschien moeten we dan een keer kijken naar, ook wat is de capaciteit van het gebouw? Welk type kies je? Ik ga er nu vanuit dat de formule zelf kook is. We zouden ook kunnen kiezen voor de formule vol pensioen. Maar goed, dan moet je voeding voorzien. Moet je zelf in de keuken staan. Dus ja, goed. Maar op die manier kunnen we ook een keer gaan bepalen van wat zijn onze inkomsten. En dan kan je ook zien van, goed, is dat eigenlijk verstandig om, om dat te gaan doen? En welke impact hebben die subsidies dan? En is het zinvol? Maar het lijkt mij wel zinvol om te wachten... dat is toch hetgeen wat wij adviseren. Maar goed, soms heb je toch uitbaters die ervoor kiezen om zonder subsidie toch de werken uit te voeren. Dat staat dan natuurlijk vrij in. Ja. Ja, dank u. Zijn er nog meer vragen? Anders ga ik zelf de vraagjes dat ik nog wel had voorbereid, ik kort overlopen. Dat zijn er eigenlijk kort, dat zijn er die ik frequent krijg. Hè. Dus het eerste is eigenlijk, wat is het verschil tussen een jeugdverblijf en een vakantiewoning? Ik denk, bepaalde foto's spraken voor zich. Hè. Eigenlijk is het zo dat een jeugdverblijf, ik ga niet zeggen dat dat niet proper moet zijn. Hè. Dat moet ook proper zijn, maar eigenlijk een jeugdverblijf is qua onderhoud heel... onderhoudsvriendelijk. Hè. Dus je hebt een sanitair blok, dat zit gegroepeerd. En je hebt die bedden ook gezien. Eigenlijk is dat iets die je makkelijk poetst. Hè. Als je kijkt naar een vakantiewoning, dan had je daar eigenlijk qua arbeidstijd veel meer tijd in investeren. En ik denk dat die verwachtingen van de klanten in vakantiewoning veel hoger liggen dan dat van die jeugdgroepen. Hè. Dus op dat vlak merk ik wel dat bepaalde uitbaters van jeugdverblijven dat toch wel verkiezen boven de vakantiewoning. Die zeggen van goed, we bieden hier wel overnachtingen, maar goed, het is uiteindelijk maar een bijverdienst. We kunnen er eigenlijk de tijd niet in steken om dat comfortniveau die verwacht wordt van een vakantiewoning, om dat eigenlijk te gaan realiseren. De capaciteit, dat is eigenlijk vrij te kiezen. We hebben hele kleine jeugdverblijven en we hebben gigantisch grote jeugdverblijven. En ook daar gaan wij een beetje helpen in dat te bepalen. Maar eigenlijk is een beetje de algemene teneur van als je een vrijstaande woning hebt, wat dat hier nu wordt aangehaald, of je hebt een loods, dan gaan we kijken van goed, hoe kunnen we dat nu maximaal gaan inrichten, dat we eigenlijk tot een
een maximale capaciteit komen. Hè. Omdat, wat ik had, verteld over de infrastructuursubsidie, er bestaat ook een mogelijkheid om werkingssubsidie te krijgen. Hè. Nu, dat is wel enkel voor VZW's, dus ook daar gaan we dan een keer gaan kijken. Van goed, is dat zinvol om nog een andere rechtsvorm in het leven te roepen? Om dan eigenlijk bijkomende subsidie te krijgen. Dus dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Maar eigenlijk is het zo dat de capaciteit op zich, elk jeugdverblijf, met eender welke capaciteit, heeft wel zijn doelgroep. Hè. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor wat er daaronder staat. Hè. Het type, of dat je nu een A, een B of een C hebt. Hè. Voor elk type hebben we wel een doelgroep. Ook wat dat de formule betreft, hè, hebben we voor elke formule, dat gaat dan over zelfkook, vol pensioen, ook wel een doelgroep. Dus eigenlijk hebben we een zeer gevarieerd aanbod en groepen ja, die zijn ook heel divers. Hè. Dus we hebben grote, kleine groepen, dus eigenlijk vindt iedereen dan zijn houding. De rechtsvorm, ja, dat hangt er een beetje van af. Als je kijkt, procentueel zijn er heel veel jeugdverblijven die een VZW zijn. Maar dat heeft natuurlijk te maken met dat decreet jeugdverblijven met hostels. Omdat je daar werkings-, maar ook personeelssubsidie kan krijgen. Maar ook omdat dat... omdat in ons aanbod er ook wel wat jeugdlokalen zitten die ook verhuren. Hè, en dat dat dan eigenlijk beter zit in die structuur van een VZW. Maar goed, we hebben ook particulieren, we hebben ook BVBA's, NV's, noem maar op. We hebben eigenlijk alles. Hè. Het enige wat ik wel... eigenlijk wat dat wel nog belangrijk is om mee te geven, dat is rond die fiscaliteit. We hebben daar ook twee dossiers rond geschreven. Als ik bij landbouwers samen zit, dan is dat toch wel ook iets waar we wat aandacht moeten rond hebben. Want... bijvoorbeeld een verschil met de vakantiewoning is dat voor de jeugdgroepen dat er bijvoorbeeld geen BTW wordt aangerekend. Dus dat zorgt ervoor dat je die BTW ook niet kan aftrekken. Dus dat is een heel ander systeem dan een hotel of een vakantiewoning. Dus op dat vlak moet je dan een keer kijken naar het fiscale verhaal. En wordt er ook wel een keer, vraag je best ook advies aan een boekhouder. Dus dat zijn wel zaken. Als we er dan verder op ingaan, dan gaan we jullie daar ook wel wat advies in geven, gaan we die artikels ook meegeven, zodat je dat toch goed kan afstemmen met de boekhouder. Op welk termijn haal je de investeringen eruit? Ik heb hier al 10, 15 jaar een beetje laten vallen. Maar het kan ook korter, het kan langer duren. Dat hangt er ook een beetje van wat dat er eigenlijk precies van investering moet gedaan worden en wat dat je zelf al dan niet kan. De voor- en nadelen van subsidie, de toegankelijkheid heb ik al verteld. Maar misschien is het ook wel interessant om mee te geven dat moment, hè, want als we het hadden over die woning verbouwen, de subsidie stelt ook dat je minstens 5 of minstens 15 jaar moet uitbaten. Het hangt af van het subsidiebedrag dat je dan aanvraagt. Dus dat wil wel zeggen dat je natuurlijk een engagement aangaat op een lange termijn. Neem nu dat je toch zegt van ja, van een engagement van 15 jaar, maar we houden het maar 10 jaar uit, ik zeg nu maar iets, dan moet je ook wel die subsidie terugbetalen aan rate van het aantal jaren dat je dus niet uitgebaat hebt. Dus dat is toch ook nog iets die belangrijk is om mee te geven. En dan het laatste, wat zijn mijn eerste stappen? Nog een keer samenvatten eigenlijk. Dus eigenlijk eerste stap is kijken van bij ruimtelijke ordening, kan ik daar een jeugdverblijf van maken? Dan kan je al een keer denken van goed, op basis van dat decreet, van dat logiedecreet, decreet toerisme voor allen, wat wordt er nu precies verwacht? Naar sanitair toe, naar keuken toe. Je maakt een bouwplan. Dat bouwplan leg ik je voor aan de brandweer, want dat moet ook gecheckt worden. Al dan niet die toegankelijkheid, en dan kan je eigenlijk een erkenningsaanvraag indienen. Maar misschien het belangrijkste is ook nog wel een keer... contact opnemen met ons, want nu heb ik dat heel ruim, snel proberen te brengen. Maar ik doe dan eigenlijk met jullie een uitgebreider gesprek. Ik maak dan meestal een twee uurtjes en een half de tijd voor vrij, om dat dan samen met jullie te gaan bekijken. Maar dat is eigenlijk een beetje hoe dat we te werk gaan. Maar de hoesting, ik denk dat dat misschien nog het belangrijkste is, moet er vooral zijn...
de hoesting om zoiets te doen. Als die hoesting er is, dan komt de rest eigenlijk vanzelf. En dan tot slot misschien ook nog, wil ik jullie ook, als je daar echt zin in hebt, een keer in contact brengen met andere uitbaters. Dat behoort ook tot de mogelijkheden. En dan kan je het ook nog een keer op die manier zien. Voilà, dat is de laatste slide dan, waar je ook nog een keer andere bedden ziet. En met ons, met mijn contactgegevens. Dus daar kan je me zeker vinden voor bijkomende uitleg. Dat was het. Ik weet niet, als er nog vragen zijn, als er geen zijn, ja, dan geef ik het woord terug aan Dani. Dankjewel, Maarten. Ja, misschien eerst eens vragen of er nog vragen zijn. Niet meteen, denk ik, precies. Nee. Zoals Maarten zegt, het is vooral... met veel hoesting starten als je zoiets wil doen. Hè? Want je moet je dan ook eens bedenken van wat dat dan voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen. Dat daar inderdaad in de zomer het eigenlijk vol zit met jongerengroepen. Hè? Is jouw sociale ingesteldheid is er waarschijnlijk. Hè? Omdat je ook mee hebt ingetekend in dat educatieverhaal van boerder leren. Of op een andere manier bezig bent met groepen ontvangen. Dus je bent dat dan wel gewoon dat er volk is, maar die vertrekken dan, hè, 's avonds. En je moet je wel realiseren dat die mensen daar blijven. En als dat jongeren zijn, je moet wel een beetje overweg kunnen met jongeren. Er is muziek, er is lawaai. Dus je kan je daar bij eerst misschien de belangrijkste vraag stellen. Wil ik dat wel? Hè? En is dat gebouw dat daar staat, leeg staat... is dat het geschikt? Staat dat ook wel juist op de juiste plaats om dat dan te kunnen in mijn bedrijfsvoering inwerken? Dus dat zijn zo wat vragen die je zeker kan stellen vooraf als je eraan begint. Ziezo, het is 10:50, dus we moesten eigenlijk al 10 minuten gestopt zijn. Maar ik denk dat toch niet slecht is om 10 minuutjes uit te lopen. We zijn ook iets later gestart. Dankjewel voor aanwezig te willen zijn. En hopelijk hebben jullie wat inspiratie gekregen. Bedankt, Maarten. Met plezier. Nu misschien nog mee even dat opgenomen werd, hè, Dani? Dus, Wat zeg je? Het wordt opgenomen en we zullen wel een manier vinden, heel waarschijnlijk misschien ergens op de website van de Zuidrand, denk ik dan. Ik weet niet of dat Wannes nog aan het luisteren is, om dat eventueel te bevestigen. Maar het komt alleszins ergens dat je het kan nakijken nog eens. En we laten het dan ook nog weten bij jullie, aan jullie persoonlijk per e-mail. Dus jullie zullen dan nog wel tegemoet kunnen kijken. Dus, wordt in ieder geval inderdaad gedeeld op de website van de Zuidrand. Absoluut. Ja, inderdaad. Oké, dankjewel.